Goeiedag. Goedemiddag. Op de feest? Ja, hey. Nou. Dankjewel. Ik was al benieuwd wanneer die kwam. Nou, dat is. Mijn naam is Jody Lelkewissi en we zijn hier in Den Helder. Ik ben eigenaar van dit pand en naast me Koen Ruitbord, die ons heeft geholpen met het huis te schilderen. Nou, het is een vrij hoog huis en je moet zeker wel tot 10 meter met een stijger in de lucht in. Dus in een vrij breed hier, dus de huizen zijn 9 meter breed. Dus je moet best wel een stijgertje bouwen om hier boven te komen. Gewoon een superleuke klus om te maken hier. Vooral omdat veel hout zit, steenwerk, kozijnwerk, er zit hier eigenlijk van alles in. Hier achter ons was de bovenkant was blauw en de muur was eigenlijk wit. En wij wilden het eigenlijk zo neutraal mogelijk houden door het eigenlijk weer om te draaien. Ook vanwege het behoud eigenlijk van het hout. Daardoor hebben we ook gekozen voor wit. Koendaad heeft daar ons in geholpen, geadviseerd. Ja. Aan de voorzijde hadden ze gewoon muurverf op de kozijn gesmeerd, de vorige eigenaar. Dus ja, dan moet je wel alles tot kaal halen en er zat houtrot in. Dus dan ben je verplicht om eigenlijk alles helemaal opnieuw op te bouwen. Nou, dat in de achterkant hier al wordt het ontzettend warm in de zomer. Dus vandaar dat we eigenlijk ook gezegd hebben van we maken het wit. Omdat het een monumentaal pand is, zitten wij eigenlijk vast aan de kleurstelling. Daar heeft hij ons ook geholpen door toch even wat in de blauw hier van een donkere tint te geven. Zodat de uitstraling echt weer zoals vanouds is. Je haalt toch iemand in huis. Het is anderhalve week dat hij bij ons aan de slag is geweest. Vrij snel kwam er een routine in. Elke ochtend kwam hij de vaste tijd hier, deden we samen een bakje koffie, een beetje kletsen over van alles. En daarna ging hij aan het werk. Het was gewoon eigenlijk een goede samenwerking, om het zo maar te zeggen. Ik ben vooral Jody zeker ook dankbaar omdat hij eigenlijk sinds de start van ons bedrijf heeft Jody eigenlijk ons logo ontworpen. Hij is eigenlijk ook logoontwerper. Dus en zodoende, ik heb hem een mooie klus gegeven aan mijn logo te laten maken. En hij, aan dit pand zeg maar, in het huis. Hij heeft een heel leuk bedrijf. Het is een leuke jongen die gewoon echt wel voor zijn vak staat. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Iedereen die naar Texel gaat, die kent deze weg. Deze straat is de eerste wat je ziet als je Den Helder inkomt. Mensen staan hier voor de deur, staan ze stil voor het stoplicht. Je bent toch ook wel als bewoner, moet je ook gewoon eigenlijk je steentje bijdragen aan de uitstraling van je eigen stad. En het begint gewoon bij schilderen. Vond je dit nou ook een leuke video? Dan kun je hem liken en je kunt je ook abonneren door te klikken op het juiste knopje. Als je dan ook het belletje aantikt, dan krijg je notifications als wij weer een nieuwe gave video van Schildersvak TV voor jou hebben opgenomen.